wat is nou precies diabetes? Op het moment dat je koolhydraten eet, of je nou diabetes hebt of niet, gebeurt er precies hetzelfde. In je maag en in je darmen worden die koolhydraten uit bijvoorbeeld aardappelen of vanuit de suiker, worden klein geknipt tot een soort hele kleine suikermoleculen en die komen in je bloed terecht. Nou, het is slecht voor je lichaam als er te veel suiker in je bloed zit. Dus je lichaam heeft daar insuline voor. Insuline is een hormoon dat je kunt vergelijken met sleuteltjes. En die sleuteltjes die maken eigenlijk de deuren van celletjes open, zodat het suiker uit het bloed in de cellen terecht kan komen. Nou, mensen met diabetes die hebben niet meer genoeg van die sleuteltjes, of kunnen helemaal geen sleuteltjes meer maken, waardoor de suiker zich ophoopt in het bloed. En dat is dus hartstikke gevaarlijk. Nou, je hebt twee types binnen diabetes. Je hebt diabetes type 1, dat zijn mensen die helemaal geen insuline meer aan kunnen maken. En dat is ongeveer 1 op de 10 mensen met diabetes die heeft type 1. En 90% van de mensen met diabetes heeft type 2, ook wel ouderdomsdiabetes genoemd. En daarbij ben je in staat om verminderd insuline te maken of is je lichaam minder gevoelig voor insuline.